Burgemeester Peter Reewinkel heeft in het overleg met het Openbaar Ministerie en de politie afgesproken om niet actief te gaan controleren op nationaliteit in coffeeshops. De wet geeft de burgemeester wel die opdracht, maar hij mag daarvan afwijken na overleg met de driehoek. De controles op nationaliteit vindt Reewinkel onnodig, omdat er weinig drugstoerisme is in de stad. De fractie Gezond Verstand Haren wil inzagen in de kosten van de commissie Cohen, die de zogeheten Project X-rellen van september in Haren onderzoekt. Het Dagblad van het Noorden en RTV Noord hadden hierom gevraagd, maar de gemeente Haren weigert die kosten openbaar te maken. Er is wel een algemene begroting, maar de individuele vergoedingen aan de medewerkers worden niet genoemd. Gezond Verstand Haren was het er sowieso niet mee eens dat de commissie Cohen er kwam, omdat het nu veel te lang duurt voor er duidelijkheid komt over wat er mis is gegaan. De wachttijdvoorspellers voor fietsen bij verkeerslichten doen het vaak niet goed. Als de gele lichtjes bijna allemaal uit zijn, dan blijft het hangen op de laatste twee lampjes en het licht springt niet op groen. De gemeente gaat daarom de komende jaren de software geleidelijk aanpassen tijdens het regulier onderhoud van de verkeerslichten. Groningen telt 16 kruispunten met wachttijdvoorspellers. Het ombouwen van een bestaande regeling kost zo'n 5.000 euro per kruispunt. De totale kosten komen uit op 80.000 euro.